Jongens, welkom bij een nieuwe aflevering van Oliver's Nature. En in de natuur. We zijn vandaag bij mijn vader thuis en ik heb zojuist een zeer bijzondere ontdekking gedaan. Vlak langs de waterkant hier moet ergens een wespennest zitten, want ik zie heel veel beesten hier in en uit vliegen. Even kijken, daar allemaal beesten naar binnen en uit vliegen. Maar hier, er zit een wespennest daar. Langs de waterkant zit een wespennest. Het is niet van de hoornaar, het is van de Duitse of van de Gallische wesp. Die komen niet heel dichtbij. Dus we gaan even goed inzoomen daar. Daar is de plekje. Oké, daar zie je ze in en uit gaan. Tenminste, er zijn op dit moment heel veel wespen actief qua nesten. Oké, zit daar. En dit zijn wespen. Zo zeg jongens, ik heb vandaag in totaal al bijna 3 wespennesten gezien. Dat is voor mij heel erg veel. De buren hier in het huis hebben een wespennest. Op de kinderboerderij vandaag waar ik vrijwilligerswerk doe, zat een wespennest. En ik tref hier langs de kant tref ik ook een wespennest aan van een bekende soort. Als ik heel dichtbij kom, zoals ik laatst bij de hoornaar deed, dan heb ik een probleem. Kijk, je ziet ze daar. Daar zie je ze allemaal in en uit gaan. Het zijn gelukkig geen hoornaars. Hoornaars zijn groter en wat agressiever. Maar deze wespensoort zou er ook wat van kunnen. Je moet echt nooit te dichtbij komen. Ik sta er ook denk ik net iets te dichtbij. Daar wel allemaal in en uit gaan, zeg maar. Het beeld trilt erg. Ik heb helaas geen statief bij me vandaag. Ja, dat is dan een beetje wat je hebt, hè. Ik heb vandaag erg veel insecten rond en hier een kat. Een beetje bangige kat. Hey, poes. Oeh. Hele bange kat zelfs. Maar goed, er zijn vandaag erg veel insecten actief, zie ik. Ik hoor ook aan de overkant de sabelsprinkhanen. Dat is erg leuk. Ja, en wespennesten zijn er erg veel. Oh, daar zie ik nog meer insecten. Zeg maar, als je een beetje goed inzoomt, jongens. Dus als je naar die kant daar gaat kijken, helemaal daar gaat inzoomen. Daar zit het gewoon echt vol. Hier kijken. En kijk hoeveel insecten. Aan de overkant het zelfs gaan. We gaan even een kijkje dichterbij nemen. Nou, voor de rest gelukkig geen wespennesten meer gezien. Maar de enorme hoeveelheid insecten die ik net zag, dat waren dus blijkbaar gewoon muggen aan het vliegen. Maar het zijn er wel heel veel wespennesten vandaag. Tenminste, op bepaalde plekken in het land heeft dit jaar regen ervoor gezorgd. Wat de heck was dat? Kijken. Is dat wat? Is dat gewoon serieus? Is heel groot. Ik weet niet of het een fuut was. Dus stijger kijken. Pas op dat het niet door die stijger heen zak. Maar is dat net iets heel groot? Tenminste, je zag gewoon aan het water dat hier iets heel groots wegzwom. Het kan van alles zijn. Schildpadden, zie een slang, er leven ook slangen in het park hier. Ja, het is heel bijzonder, zodat ik hier doorheen zak. Ik zal nooit weten wat het geweest zou zijn. Het is wel iets
Zo, daar heeft hij een tijd terug een ijsvogelnest hier tussen de takken gezeten. Dat is heel leuk, de ijsvogel die zie je steeds vaker. Zo'n blauw vogeltje, die ken je denk ik ook wel van de filmpjes het leven van de ijsvogel. Dat is op een bepaald moment is het niet makkelijk om ijsvogel te zijn, ik bedoel met name in de winter. Maar omdat de winters in Nederland zo tegenwoordig wat zachter zijn, is voor bepaalde dieren nadelig. Groene halsbandpakiet. Ja. Maar voor bepaalde dieren als de ijsvogel is het goed. Of als de egel. En ja. Dus voor heel veel diersoorten is zo'n zachte winter is dat heel goed. Maar goed, ja. Dat wespennest merkte ik dus op toen ik allerlei diverse insecten hier in en uit zag vliegen. Je zit er gewoon daar. Ik moet een keer inzoomen. Voor mij gaat het, we hebben ongeveer drie echte wespensoorten die in Nederland ook gewoon echt samenwerken. Zo zeggen, gewoon samenwerken qua om voedsel te vinden. Dat is de Gallische wesp, de Duitse wesp en tenslotte de grootste van allemaal, de hoornaar. De hoornaar is een hele grote rode wesp en vaak ook een hele agressieve soort. Die niet echt bepaald prettig is. Die geven meestal nog wel eens een waarschuwing. Deze wespen die ik hier zie, ik kan heel lastig zien om wat voor soort het gaat. Omdat ze dus dat dus niet heel dichtbij kan komen en dat doe ik beter maar ook niet. Maar het gaat dus om een wat kleine wespensoort. Dus ik zou denk ik toch de Gallische wesp. De Duitse wesp is net wat groter. Wespen eten insecten die echt wat groter zijn dan zelf. En dat betekent dus ook de grote groene samenspreking staat ook op hun menu. Dat zijn we zien te verwachten. Wespen maken hun nesten in bomen. In huizen. Ja, zoals ik zei, de buren daar hebben dus los van die wespen. En ze maken nesten ook wel eens in de grond. Tenminste, ik zag eens een keer wespen, zag ik pulp, zeg maar hout eten, nou echt helemaal hout verzamelen. Dat verkouwen ze helemaal tot de pulp en daar zo ontstaan de wespen inderdaad. IJsvogel jongens, IJsvogel. Oh. Jongens, we hebben IJsvogel voor de voorkant. Daar zie je hem. Dat is een mooie. Heel goed kijkt en dat blauwe vogeltje daar. Hij heeft daar zijn nest. Fantastisch. Goed, ja, we hebben dus hier het wespennest, jongens. En wat voor mij vooral, wat ik hier zo'n tip wil meegeven, is dat je hier goed op moet letten. Ik bedoel, dat je niet in zo'n wespennest trapt. Want je ziet dus wat die dieren dus kunnen aanrichten als ze heel kwaad zijn. Maar je ziet ook dat ze dus zeg maar nesten in de grond maken. In verlaten muizenholletjes. Of dat vooral. Maar je ziet dus van ze maken dus echt gewoon een nest waar je dat niet zou verwachten. En in dit geval is het hier. Want hier, ik ga niet heel dichtbij komen. Een beetje hier. Als je daar in en uit vliegen. Maar het is een linkdiertje. Het is wel een prachtig mooi dier. Ik bedoel, ik heb er zeker respect voor. Heel mooi dier. Het is ook een roofdier. Het is een roofdier. Waarom zeg ik een roofdier? Ja, het is een roofdier. Want ze eten dus rupsen, andere insecten. Zeg maar, ze pakken een beetje met de kaken. En dan steken ze hem neer, laten we zo zeggen, want ze hebben een angel. Wespen kunnen meerdere malen steken dan bijen, daar staan ze onbekend. En alleen als het om een gevecht tegen mieren gaat, hè, dan zijn mieren toch vaak wat meer in de meerderheid, want die werken samen. En wespen, dat zijn vaak wat meer solitair. Net zoals bijen weer niet. Maar je ziet gewoon, het is een beetje link. Hey jongens, ons dier dat net wegschoot,
was dus blijkbaar geen vis. Nee, ook geen, geen vis. Geen slang, geen schildpad, maar een aalscholver. Aalscholver is een soort vliegende... Nee, het is een vuut. Sorry. Ja, het is heel lastig te zien vanaf die afstand. Natuurlijk. Oké, jongen, er komt nog een ijsvogel. 3. Die ijsvogels hier. Gewoon 3. Ze vlogen hier net langs. Die andere vlogen net ergens bovenop. Heel bijzonder hoor. Je ziet niet vaak ijsvogels. Ja. Ik kan niet geloven dat er in het park ook nog vossen voorkomen. Dat is echt zo. In de parken houden zich vossen schuil. En dan, dan zou je natuurlijk denken van, vossen zijn meer dieren die zich echt aan de natuur hechten. Maar vossen staan onbekend dat ze ook echt heel brutaal kunnen zijn. En ook echt gewoon echt de buitenwijk, of buitenwijk, wijken in, hoe zeg ik dat makkelijk? Dat ze zeg maar in de wijken komen. En dat komt dus omdat de mensen bijvoorbeeld vaak hun afval laten staan. Ja, zo'n vos is dan natuurlijk gek op afval, omdat er etensresten tussen zitten. Maar ook vanwege de dieren die op afkomen, zoals ratten en muizen. Dat vinden ze ook helemaal te gek. Want vossen die eten vaak, grote... Oh, ik zie dat wat, jongens. Nou, een slang. Bewegen. Ik zie dat bewegen, hoor. Oh nee, het zijn waterinsecten. Sorry, ik denk al, wat zijn dat voor dieren? Het zijn gewoon waterinsecten. Er worden daar heel veel sprinkhanen, zeg maar sabelsprinkhanen, voorbij komen. En die plek die zij hebben uitgekozen is een hele mooie plek. Daar kan ik helaas niet bij. Want er zitten onder die prachtige mooie hoop bloemen zitten braamstruikbladeren. En die vind ik net wat, vervelender dan... Dan de. Hoe heet die ding ook alweer? Ik ben vandaag heel lekker bezig, maar die vind ik in ieder geval net iets minder vervelend dan de. Jongen, ik ben echt. Ik ga goed mijn teksten kwijt. Wat vervelend. De brandnetels waren het. Iets net minder vervelend dan de brandnetels, want er zitten gewoon echt stekels aan die gewoon je huid kunnen openrijten, laten we zo zeggen. En ja. Het is wel een hele bijzondere avond. Een ijsvogel, wespennest en een aalscholver. Het is gewoon een heel gek avondje vandaag. Een beetje gelukkig zien we vanavond ook nog vleermuizen. Ijsvogel weer in beeld, jongens. Helaas, de blauwe daar. Helaas is mijn beeld. Ik kan maar achter inzoomen en voor de rest ben ik gewoon tevreden hoe die is. Maar het inzoomen, ik wou die 12 keer kunnen inzoomen. Goed, het is dus daar een ijsvogeltje. Kijk, dat vliegt hij. Dan vloog hij niet weg. Zo, we zijn met heel veel insecten actief, merk ik. Ook heel veel vliegen en muggen. En dat trekt één dier aan tijdens de schemering. Laten we hopen dat we die zo meteen gaan zien. Zo, het is nu 9:30. Ik hoor op dit moment heel veel... je zou denken dat dit... cicaden zijn, zo van cicaden. Maar dit zijn in feite allemaal brandweer in feite, maar dit zijn sabelsprinkhanen, jongens. Kijk of ik eentje kan vinden heel dichtbij.
Roos. Hij staat gewoon echt heel dichtbij. Heel dichtbij staat die grote groene samenspring aan. Geen kom maar vet nog ergens eentje. Ja. Helaas, dit exemplaar jongens is wat beter gecamoufleerd. Dus ik kan het niet goed zien. Dat is heel jammer. Maar er zit dus ook een sabelsmeerkaan in de struiken hier van de buren. Het is een hele grote gesmeerkaan. Even terug naar die andere daar. Helaas zitten hier geen sprinkhanen. Ik bedoel geen vleermuizen hier. Je zou ze nu wel rond dit tijdstip een beetje moeten verwachten natuurlijk. Kijk, de maan schijnt heel mooi op het water. En verder zit een reigertje daar. Ik weet toch. Nee. In de zomer wordt het ding niet mooier van helaas. Dit is een blauwe reiger daar in de verte. Echt, ik zie hem zitten jongens. Dat is een beetje gelijk goed te zien. Ik ga een meter de kamer zo hoog. Kijk, je ziet al die voelspunten erheen gaan. Overdag is hem inderdaad gewoon beter, maar ik kan het hier maar beter. Hier zit een grote groene sabelsmeerkaan aan. En zoals we weten maken ze van geluiden van 3 uur 's middags tot en met 3 uur 's nachts. Dat heeft te maken met het instinct, echt gewoon ja, puur omdat ze dat instinct. Wat we nog niet wisten van de sabelsmeerkaan, dat is dit, vorig jaar volgens mij of ja, een paar jaar terug ook echt het nieuws gekomen. Bij sprinkhanen zitten de oren, want ze hebben natuurlijk ook oren, zitten in hun poten. Eigenlijk heel gek, ook griezelig om te denken van ja. Want er zijn natuurlijk geleedpotige, oftewel ongewervelde, zeg maar. Wij zijn gewervelde, maar zij zijn ongewerveld. Dat houdt dus in dat ze dus ja, heel gemakkelijk een poot kunnen verliezen of weet ik het. Dit exemplaar is een mannetje, dat zie je ook zo, want hij heeft geen legboor. En zoals je hoort, ze kunnen een hele hoop herrie bij, hele mooi prachtig geluid. Er komen heel veel muggen bij me opeens, produceren. Dit exemplaar kan heel makkelijk geveld worden door een wesp, dat weet ik sowieso. Want ik heb dat zelf een keer gezien namelijk. Nou, je ziet het op plaatjes natuurlijk, wasp versus cricket. Dan zie je zeker van ja, dat de wesp natuurlijk gaat winnen. Kijk, het is heel mooi dit. Hij klimt echt heel mooi zo omhoog. En dat is een hele lange tijd terug dat ik die heb gedaan. Volgens mij een paar maanden of wat weekjes al. Ik denk dat hij zo gaat wegvliegen jongens, want hij gaat natuurlijk nu echt een stukje omhoog. Hij mag niet naar mijn camera, tenminste als hij naar mijn camera toe komt, mag natuurlijk ook. Het is een wild dier. Ja, hij gaat dan om mijn hand. Bijna om mijn hand. Hij zit nu op de camera. Oh, het is toch wel een groot exemplaar dan ik gedacht. Even mee naar een licht waar je hem beter kan zien.
Oké, ik ga even wat beter kan laten zien, jongen. Ik moet zeggen, oh, hij gaat weer op de camera. Wacht even, dit is niet goed. Helemaal niet, ja. Normaal vang ik dit soort. Hij is heel slecht te zien, ik weet het. Wat beter, ik heb helaas niet heel veel voldoende licht hier buiten. Ja, dit is dus een mannetje. Een volwassen exemplaar. Ik had hem wat kleiner verwacht, maar het is een heel groot mannetje. Gewoon mannetjes, s'avonds ben ik aan. En dit exemplaar is dus vrijwillig naar mijn hand gekomen. Dus, s'avonds ben ik aan, pap. Kijk, s'avonds ben ik aan. Zie je hem? Op mijn hand, arm. Vrijwillig naar mijn hand toegekomen. Hij is vrijwillig naar me toegekomen. Ja. Dat is een heel mooi exemplaar, jongens. Ik ben ook heel blij mee. Hij zat niet heel ver van me af, moet ik zeggen. Hij zat minstens een... Zeker wel, echt... Ja. Nog geen meter. Tenminste, ik ging op zijn geluid af. Ja, ik ga even opschrijven. Zo is meteen wel beter, hoop ik. Ja, je ziet echt, hij gaat weer op de camera. Ja. Ja, wat weten we bijna zowel over deze beesten? Ja, natuurlijk, het zijn dus geleedpoteren. Maar waar gaan ze in de winter eigenlijk naartoe? Ja, ook. Dit keer vloog hij en sprong. Kom maar door dan ook. Wat we zo wel over weten is, ik heb gehoord dat ze doodgaan onder de hand van de herfst. Ik daarentegen, ja, je ziet wat beter. Ja, het is dus een. Bepaalde mensen denken soms dat ze in winterslaap gaan, laat ik het zo zeggen. Ik daarentegen geloof er niet veel van. Volgens mij is het meer zo dat sprinkhanen meer doodgaan. Volgens mij, ja, heb ik wel gezien, ja. Ik geloof ook niet echt dat ze in winterslaap gaan. Want de sprinkhanen gaan meer als een seizoen mee in ons land. Dus ja, dat dus is de term eigenlijk het ook niet waard. Ja, nou, term, ik zit niet echt onzin te praten. Maar ja, ze overwinteren dus niet. Ze gaan echt dood. Het is een heel actief diertje. Bij mijn moeder hadden we natuurlijk ook een, had er ook een keer een in de tuin zitten, zo'n dier. En ja, ik wil hem eigenlijk. We gaan hem. Hij mag niet in mijn neus. Ik vond welke dier je dit. Ja, echt, ja, het beeld is niet zo scherp opeens. Ja, het is gewoon meer. Het is wel een helemaal dier, ja. Tenminste, we gaan hem niet meer in de tuin verlaten. We gaan hem. Ook zo lampig, nee. We gaan hem gewoon terug in de heg zetten. Want. Ik vind het niet leuk voor de beestje zelf om hem dan ook echt wegspringen. Om hem vrij te laten op een plek waar mensen zijn. Laat hem zelf veilig kiezen en je mag zelf in de duisternis verdwijnen. Ik wil dat ook gaan doen. Oké, dit had ik ook al niet meer. Hier is gewoon veel groene spink aan hier. Gewoon in de duisternis. Ja. Beter avond, dit kan ik niet voorwensen, jongens. Echt een prachtig dier. Het is ook geweest als we echt een kwalijke dag hebben. Maar het geluid is wel aan mooi. Zo. Nou, we gaan hem verlaten, jongens. Yo, we hebben dus hier de sprinkhaan. We lopen even naar deze struik toe. Waar het andere exemplaar nog lekker vrolijker zit te zingen. Of te chirpen, ja. Ik ga hem hier op dit bladje vrij laten. Het is niet goed te zien dat ik hem goed vrij laat, maar wel doorgaan terug naar zijn natuur. Ja, hij loopt. Kijk, hij is weg. Geen wonder dat je hem hier zo slecht kan spotten. Zit heel goed verborgen in de bladeren natuurlijk. Nou, mooie vrijlating. Een prachtig mooie afsluiting. Het is nu inmiddels bijna volle maan. Ah, dit vind ik wel mooi. Het is ook echt heel. Ja, het is prachtig. Dit. De mooie vrijlating van de grote groene zadelspringhaan. Prachtig.